Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb vandaag voor jullie een mooie methode hoe jullie snel, unlimited en gewoon veel geld kunnen verdienen. We kunnen dit de hele dag doen als jullie willen. Het enige wat je nodig hebt is CEO of VIP. Dat is heel handig. Je begint bij wat je maar wil. Je begint bij Headhunters, Haulage, Hostile Takeover, doe maar niet, want die verdient echt het slechtst. Recovery, Executor Search of Sightseer. Alle dingen die daar net stonden. Zal ik even gaan uitleggen. Nou, dit is Sightseer. Dat kent waarschijnlijk iedereen wel. Dat is met de pakketjes halen. Je hebt Haulage. Daar krijg je ook 20+k voor. Dat is een vrachtwagen deliveren. 7 kilometer ongeveer rijden. Is niet heel veel. Ben je ook wel klaar binnen 7, 8 minuten. Misschien wat minder. Ligt er maar net aan hoe snel je rijdt. En of er mensen... Of mensen jou willen nakken. Of mensen dus je willen vermoorden. Want Hollis, daar moet je wel voor een open sessie in zitten. En de dingen die ik nu aan doe met Sightseer, daar hoef je niet voor een open sessie voor te zitten. En dat is vet handig dus. Want ja, heb je gewoon binnen 5 minuten klaar. Laten we zeggen dat je elke VIP-missie binnen 5 tot 10 minuten klaar kunt hebben. En dan zit 5 minuten tussen elke VIP-missie dat je weer kan spelen. Totdat je elke VIP-missie zeg maar 1 keer al hebt gedaan. Kun je ze steeds weer achter elkaar aandoen. En daar komt het handige. Doordat jij steeds achter elkaar kan aandoen, blijf jij hetzelfde amount of money verdienen, of het minimale. En het minimale gaat nooit onder de 20k, behalve bij Hostile Takeover. Dus dat moet je echt vermijden. Het beste is wat ik vind, wat ik ook met mijn vrienden doe, is je gaat in een open sessie, gewoon een wat rustigere sessie. Je gaat Executive Search spelen, eerst. En dan Sightseer, of Sightseer eerst en dan Executive Search. Stel voor je verdeelt Sightseer, Executive, Sightseer. Dan kun je steeds achter elkaar aandoen. En na Sightseer, dan moet je even wachten en dan kun je weer Executive. En als je even iets anders wil doen, doe je bijvoorbeeld Sightseer, Haulage, etc. En zo gaat het nog steeds door en zo heb je een infinite loop van 20k elke 5 tot 10 minuten. Is dat OP of is dat OP? Laat zeggen dat je 60 minuten... Laat zeggen dat je dan gewoon... gewoon vet veel verdient. Nou, we zien hier ook dat ik mijn laatste package even ophaal. Ik had 15 minuten de tijd. Ik heb nog 6 seconden over voordat ik 5 minuten voor over heb gedaan. En ik heb er precies 5 minuten over gedaan. En 22k. Sightseer is gewoon dead easy. En als je nou geen VIP bent... CEO, dan zijn er natuurlijk ook nog andere methodes. Maar laten we eerst even naar VIP challenges gaan. Als je dan met één iemand of meer bent, kun je ook nog VIP challenges doen. En dan kun je ervoor kiezen om point-to-point te doen. Dat is wat ik ook altijd doe. Dat is gewoon net als een impromptu race. Je zet een marker, je gaat erheen en boom, je verdient 10k. En de rest verdient $500. Maar het gaat om die ene persoon. En dat is gewoon het handige ervan. Nu gaan we even door naar wat je moet doen als je geen monies hebt voor VIP. Je gaat er gewoon een Titan of a Job spelen en verdient minimaal 8k of zo en die doet er 5 minuten over. Je doet blow up, nou die zijn ook heel snel klaar en je verdient minimaal 4-5k. Check out time. Ook heel netjes, je hoeft alleen maar iemand te killen en je kan gewoon naar met Razo, je belt Lester ondertussen op. Hoe langer je over de missie doet, hoe meer geld. Je doet 3 minuutjes over de missie, 4. 10+k, makkelijk. Adder en Thief, precies hetzelfde als check-out time. Extradation, nou, die deden we vroeger heel veel. Dat is ook wel een goeie. Ik weet niet of je nog steeds heel goed verdient. Hij vroeger verdiende die 20k. Is echt heel easy. Hack and Dash kent iedereen ook wel. Zo 10+ tot 15+k. Ook heel netjes binnen 10 minuten klaar tot 15 minuten. Quarry, out of, nee, niet out of harmony. Quarry zei het wel goed. Ook heel goed. 2 busjes ophalen, je bent klaar. Boom, je krijgt makkelijk 20k. Dan gaan we even verder naar de Los Santos Connection. Is echt, daar raad ik jullie dus allemaal aan. Dat is dus echt de beste. Daar doe je ongeveer 12, 13, 14, 15, 16 minuten over.
En je verdient gewoon makkelijk 30k. Het is maar net hoe je het zelf doet. Wil je nou echt alles eruit halen en aan die ene persoon gaan geven? Ga je naar Sharecash from Last Job van je VIP-missie. Geef jij 95% van al het geld aan die persoon waar jij het aan wil geven. En doe je Spit of Organization. Boom, 30k. Dus je hebt die 30k weer weggegeven aan bijvoorbeeld die persoon, persoon A. En persoon A die krijgt ook alweer het geld van de missie zelf. Dus die persoon A die krijgt 50 plus k. En als je dit nou met meerdere doet, kun je makkelijk 100k per VIP-missie krijgen. Makkelijk. Je bent met drie personen, makkelijk. Echt, ik meen het. Het gaat supergoed. Ik hoop dat jullie allemaal deze video informatief vonden. Zowel, laat even een blauw duimpje achter, een mooie reactie, subscribe en tot de volgende keer. Houden we.